dit moment gebruiken ook heel Noord-Afrika, Midden-Oosten, Turkije. En in de laatste tijden, we zien dat ook bij de jongeren die in Europa wonen en Amerika. Het is heel populair geworden. Dat het zou helpen om minder nicotine binnen te krijgen, of minder teer binnen te krijgen, of minder koolmonoxide binnen te krijgen. Ik heb vragen gesteld over de waterpijp. Op scholen maken ze zich daar zorgen om. Wat is de waterpijp nou eigenlijk? Gewoon een fles met water. Je stopt een beetje smokkel erin, hè. Je weet toch, je paft op. Dan leg je aluminiumfolie in, dan krijg je gaasje in, dan leg je een kootje op. Is de waterpijp wel of niet schadelijk voor je gezondheid? Over sigaretten weten we heel veel, maar over de waterpijp niet. Van roken weet iedereen dat het slecht is. Bij de waterpijp is dat nog niet zo. Is het onschuld? Of toch schadelijk? Daar komt u gauw genoeg achter. Dit is Shisha Shutdown.